Steenbok, welkom bij jullie bonusreading voor de maand juli 2023. Dit is voor iedereen die steenbok in zijn zon, maan, ascendant heeft of een andere plaatsing. En natuurlijk iedereen die interesse heeft in een steenbok of in de reading is ook welkom. Neem alleen datgene mee wat resoneert. Het is een reading voor een groot collectief, dus het kan en zal niet voor iedereen passend zijn. Dus het kan één boodschap zijn, twee boodschappen, meerdere boodschappen, maar het kan ook helemaal niet resoneren. Laat het dan gewoon los. Steenbok. Na het voorschudden op jullie energie hebben we hier een club. Onder op het dek. Iemand zal je iets proberen te laten doen tegen je wil in. Iemand probeert je iets te laten doen tegen je wil in. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Steenbok voor de maand juli? We hebben succes. Nou, een hele mooie kaart, Steenbok. Succes kun je verwachten. We hebben de treurwilg. En die staat voor familieverdriet. Familieverdriet. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Steenbok? Juli 2023. Nog één kaart. Universum voor sterrenbeeld Steenbok. Steenbok, het is tijd om eruit te gaan. Het is tijd om plezier te maken met deze druiven. Dus een situatie binnen je familie, een verdrietige situatie, kan er ook voor zorgen dat je inderdaad wat afgesloten hebt in de afgelopen periode. En het is tijd, de boodschap van het universum is, het is tijd om naar buiten te gaan. Om je energie op te laden wellicht. Onder op het dek hebben we een blaffende hond, advies van een vriend. Advies krijgen van een vriend in de maand juli, Steenbok. We hebben hier een bol, een stier, onder op het dek van de volgende stapel. Doe niet onder voor je tegenstander en laat je kracht zien. Steenbok. Kijk, iemand wil je iets laten doen tegen je wil in. Ja, laat het niet gebeuren. Sta in je kracht, is de boodschap van het universum. We mogen nog meer ontvangen. Voor het sterrenbeeld Steenbok. Dank u wel. Nog twee kaarten voor het sterrenbeeld Steenbok voor de maand juli 2023. Ja. En nog één kaart voor Steenbok. We hebben een strik. Er wordt aan je gedacht. Iemand denkt aan je, Steenbok. En we hebben hier een goal-oriented person. Een doelgerichte persoonlijkheid. Dus dit kan degene zijn die aan je denkt. Dit kan ook degene zijn die een bepaald doel wil bereiken en jou iets wil laten doen tegen je wil in. Een doelgerichte persoonlijkheid. Kan ook je eigen energie zijn. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor Steenbok, voor de maand juli 2023. Nog één kaart, universum. Eén kaart. Voor sterrenbeeld Steenbok voor juli 2023. Steenbok. Steenbok juli 2023. Steenbok juli 2023. We hebben een fair man, een man met blond, grijs of wit haar. Kan belangrijk zijn. Dit kan iemand zijn waar je een relatie mee hebt. Of iemand die een belangrijke rol speelt. Iemand waar je mee te maken hebt in de maand juli. Blond, grijs of wit haar. En we hebben hier een fluit, een teleurstelling. Je bent teleurgesteld in een vriend of een geliefde. Of je krijgt te maken met een teleurstelling in een vriend of een geliefde. En dan hebben we onder op het dek de pauw. Beware of great pride. Dus ben je bewust van een grote trots. Een grote trots. Van het Moonology deck hebben we onder op het dek. Wat is het wat je los moet laten, Steenbok? Wat is het wat je deze maand los moet laten? En wat mogen we nog meer ontvangen? Universum. Je bent goed genoeg, Steenbok. Mocht je hieraan twijfelen, mocht je onzeker zijn over jezelf. Je bent goed genoeg. We mogen nog meer ontvangen voor sterrenbeeld Steenbok. Het is nu een tijd om te geven in plaats van te nemen.
een tijd van geven. We mogen nog meer ontvangen. Voor Steenbok nog één kaart, universum. Voor juli 2023 voor Sterrenbeeld Steenbok. Sterrenbeeld Steenbok. Breng liefde in deze situatie. Bring love into the situation. Breng liefde in de situatie en verwacht een hele krachtige verandering, hebben we onder op het dek staan. Verwacht een krachtige verandering. Dus er komen veranderingen aan. Nog in de maand juli. Voor wat betreft liefde en relaties hebben we hier kinderen. Je liefdesleven wordt beïnvloed door kinderen. Dus het kan zijn dat je zelf kinderen hebt of je persoon, je relatie heeft kinderen. Wat op dit moment ja, een rol speelt. Wat op dit moment invloed heeft op je relatie. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Steenbok? Het kan ook zo zijn dat je in een relatie zit of in een huwelijk waarbij kinderen een rol spelen. En ja, bepaalde beslissingen wellicht moeilijker maken. We hebben hier een huwelijk. Deze situatie heeft te maken met een huwelijk. Wat mogen we nog meer? En het kan zijn, Steenbok, dat je ja, je heel erg zorgen maakt. Je aan het nadenken bent over een scheiding. Of over het verlaten van een situatie. Wat mogen we nog meer ontvangen van Steenbok? We hebben een verzoening. Iemand uit je verleden keert terug in je leven. En we hebben religieuze factoren, Steenbok. Je liefdesleven wordt beïnvloed door religieuze factoren. Dus religieuze opvoeding en je spirituele pad. Je kunt te maken hebben met iemand met een andere religie, andere waarden en normen. Iemand die ja, een andere achtergrond heeft. Andere overtuigingen. En het kan ook met de spiritualiteit te maken hebben. Het kan zijn dat jij op een heel ander ja, level zit. In je eigen groei. Heel andere interesses hebt op spiritueel gebied. Je persoon wellicht niet. Iemand die anders over dingen denkt. Onder op het dek hebben we healing family issues. Je liefdesleven heeft er baat bij als je je ouders vergeeft. We hebben hier ook familieverdriet. En het hoeft niet per se met de ouders te maken hebben, maar ja, bepaalde familie-issues die opgelost moeten worden. Of waarbij er vergeving moet plaatsvinden. Het kan te maken hebben met patronen, hoe je een relatie ziet, hoe je staat in een relatie. En het kan te maken hebben met het voorbeeld wat je zelf gekregen hebt. Van thuis uit. Dat zijn allemaal dingen die kunnen, ja, die kunnen van invloed zijn op ja, hoe je heden ten dagen in een relatie staat. Of ermee omgaat met bepaalde zaken. We hebben onder op het dek hier de kaart van je zorgen maken. Met de zwaarde 9. Je zorgen maken over je stabiliteit. Want we hebben hier de staven 4. Dit kan staan voor het huwelijk, dit kan staan voor je, ja, je huis, je basis, je roots. Maar dit is een kaart van geluk, tevredenheid, harmonie, succes, een relatie naar een volgend level tillen. Maar je bent je dus ergens zorgen over aan maken. Het kan zijn dat je 's nachts wakker ligt ergens over. We gaan het zien. Wat zijn de boodschappen voor Steenbok voor de maand juli? 2023 universum. Wat zijn de boodschappen voor het sterrenbeeld Steenbok? Wat zijn de boodschappen voor het sterrenbeeld Steenbok voor juli 2023? Drie kaarten alsjeblieft. Oeh, de zwaarde 7. Nog twee kaarten voor het sterrenbeeld Steenbok. Pentakels 4. Nog één kaart voor Sterrenbeeld Steenbok voor de maand juli 2023. En de Kelken 9. Nou, een hele mooie kaart. De Kelken 9, wensvervulling. Dus we gaan zien. Oeh. Steenbok, we hebben hier de zonkaart onder op het dek. De mooiste kaart uit het dek. Positiviteit. Je lekker in je vel voelen. Geluk. Een nieuwe start. Helderheid. Spirituele ontwaking. Dit kan te maken hebben met kinderen. En ja, we hebben de kaart. Kinderen kunnen een rol spelen. Maar dit is een hele mooie kaart. De zon gaat schijnen na de duisternis.
En onder op het dek hebben we hier de kelken 8, de staven 10 en de ridder van zwaarden, de kelken 2. Iemand, als het gaat om een liefdesrelatie of een soulmate relatie, dit hoeft niet alleen liefde te zijn, het kan zijn binnen de familie, binnen de vriendenkring. Ik heb het gevoel dat je teleurgesteld bent in iemand en er kan sprake zijn van oneerlijkheid. Je kunt iemand niet meer vertrouwen. Iets komt aan het licht met de zonkaart, steenbok, waardoor je een keuze gaat maken of na aan het denken bent in ieder geval over het verlaten van een situatie. Je wil niet meer geven in deze connectie met de pentakels 4, je hart beschermen. En datgene wat je ter oren komt, dit is iets wat niet bij je past. Een besluit nemen, nadenken, je zorgen maken. Maar inderdaad stappen zetten richting je eigen geluk. Na een situatie die wel leidt tot tevredenheid, tot wensvervulling met kelken 9. De kelken 8 zagen we. En van de kelken 8 je emotioneel terugtrekken. Het besluit nemen om iets achter te laten wat geen voldoening geeft. Geen geluk brengt. Inruilen voor die kelken 9. Ja, we gaan het zien. Waarom ligt hier de zon? Voor steenbok, de zon. Waarom ligt hier de zon? De hoge priester. Een huwelijk. Toewijding. Bepaalde overtuigingen. Waarden, normen. Dit kan te maken hebben met iets leren. Dit kan te maken hebben met onderwijs. En ik heb het gevoel dat je iets gaat leren. Figuurlijk. En dat bedoel ik mee dat er informatie naar je toe gaat komen over oneerlijkheid. Over die zwaarde 7 wat we hier hebben liggen. Met de zon, er gaat helderheid komen. Een les die je ook zult leren. Wat mogen we nog meer ontvangen voor de zon? Ja, dat kan te maken hebben met ongezonde patronen. Het kan ook een besef zijn in jezelf, steenbok. Want ik zag net de duivel onder op het dek. En ook tijdens het voorschudden zag ik de duivel. Dat je steeds dichter bij jezelf komt. En besluit inderdaad om bepaalde overtuigingen wellicht los te laten. Overtuigingen die je van kind af aan hebt meegekregen. Of wellicht van voorouders. En dat je inderdaad op spiritueel vlak aan jezelf aan het werken bent. En tot inzicht komt. Een soort van wakker worden met de zonkaart. Een spirituele ontwaking. Dat er bepaalde patronen zijn waar je aan vasthoudt. Ook met deze koning van zwaarden. Dit is iemand die heel erg bepaalde overtuigingen heeft. En moeilijk te veranderen is. Iemand die echt alleen verandert wanneer er feiten, harde feiten op tafel komen. Dus het kan ook zo zijn, steenbok, dat je jezelf meer spiritueel... dat er meer een transformatie plaatsvindt in jezelf. Waarbij je meer spiritueel bent, meer luistert naar je gevoel. En inderdaad aan het beredeneren bent. En dit is iemand, de feiten op een rij zetten. Emotioneel teruggetrokken. En met die zonkaart heb ik weer leeuwenergie. De warme energie, gevoel, emoties. Maar ik heb ook het gevoel dat je inderdaad na gaat denken. Is deze situatie of deze persoon in mijn omgeving, in mijn familie, in mijn vriendenkring. Is dit iemand die, die ik nog in mijn leven wil houden? Ik heb het gevoel dat je niet meer aan die connectie wil geven. Dus het vertrouwen is weg. En er worden feiten op tafel gegooid. En het kan zo zijn dat er iemand is. Iemand geeft je een advies. Zagen we die kaart net niet? Een advies. Ja, advies van een vriend. Dit kan de vriend zijn die een advies geeft. Stierenergie. Dit kan een soort van mentor zijn. Vaderfiguur. Iemand komt met een heel helder advies. Iemand die buiten jouw situatie staat. Dus niet emotioneel betrokken is in je situatie. Iemand komt met een heel objectief advies. Iets wat je wakker schudt, als het ware, met die zonkaart. Iets wat helderheid geeft. Waarom ligt hier de zwaarde 7? Voor steenbok. Pentakels 8. Het kan ook te maken hebben met een werksituatie met de pentakels 8.
het kan zijn het werk ergens in stoppen. Waarom ligt hier de zware 7? En het kan zijn dus met je eigen dingen waar je aan vast blijft houden. Je eigen overtuigingen. En een besef krijgen. Deze situatie is niet goed voor me. De manier waarop ik erin sta. De manier waarop ik handel. Is misschien niet goed. En het is goed om aan mezelf te werken. Met die pentakels 8. Om ja, dit los te laten. Met de pentakels 4. Ridder van Staven. Iemand die heel gedreven is. Iemand die spontaan het avontuur induikt. Iemand die ja, gepassioneerd is, charmant. Maar dit kan ook iemand zijn die in en uit je leven is geweest. Iemand waar je niet op kon bouwen. Iemand die je niet kunt vertrouwen. Ja, iemand die zorgt voor onduidelijkheid. Iemand die geheimen houdt. En iemand die zorgt voor teleurstelling. Pijn, verdriet, gebroken hart. Er komt iets aan het licht wat je totaal niet had verwacht. Koning van Staven, ramleeuw, boogschutter. Dus je kunt te maken hebben met een ramleeuw, boogschutter, stier, tweelingweegschaal, waterman, leeuw, sterk, vissen, energie met de maan. Maar dit is ook jouw energie. Actie ondernemen, stappen zetten. De uitdaging aangaan. Je angst overwinnen. Ergens ingaan, inderdaad. Een situatie verlaten die niet goed voor je is. En ergens actie op ondernemen. En dat kan te maken hebben met werken aan jezelf. Waarom ligt die pentakels 4 hier? Pentakels 4. Pentakels 4. De Ridder van Staven, ja, gaat verder. Dit is iemand die zijn aandacht, zijn focus ergens legt waar, ja, waar hij zichzelf beter door voelt. Ook met die kelken 9. Dus je gaat ergens actie op ondernemen. Je gaat ergens het werk in stoppen. En er komt iets aan het licht wat ja, gewoon niet goed voor je is. En je gaat verder. Je gaat actie ondernemen. Je ziet het complete plaatje met de Koning van Staven. Waarom ligt hier de pentakels 4? Pentakels 4. Pentakels 4. Voor sommigen heeft het te maken met een partnerschap die je hebt op zakelijk gebied. Pentakels 4. Waarom ligt hier de pentakels 4? Kelken 2. Soulmate energie. Een soulmate kan een liefde zijn. Dit kan een familielid zijn. Kan een vriendschap zijn. Waarom ligt hier de pentakels 4? Staven 7. Ja, je voelt je in het nauw gedreven door deze persoon. Je hebt het gevoel jezelf te moeten verdedigen ook. Ja, iemand wil je iets laten doen tegen je wil in. En we hebben hier de zwaarde 10. Een pijnlijke situatie. Iets wat aan het einde komt met de zwaarde 10. Je voelt je verraden, je voelt je bedrogen in deze situatie. Waarom ligt hier de zwaarde 10? En de zwaarde 10 is ook een kaart van een einde, maar er is weer ja, licht aan de horizon. Er komen weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. De zon gaat weer schijnen met de zonkaart die we hier hebben. Staven 4. Dus dit kan met je huis. Dit kan te maken hebben met mensen met wie je samen leeft in een huis. Dit kan te maken hebben met je vrienden. Dit kan te maken hebben met familieleden met de staven 4. Relaties. Staven 4 kan ook staan voor het huwelijk. Maar dit heeft ook met je geluk te maken. En dit is ook een kaart van naar buiten gaan. Plezier maken. Dus niet alleen ja, thuis in je verdriet zwelgen met die treurwilg. Maar eruit gaan. Met vrienden, met familie. Leuke dingen doen. Weer genieten van het leven.
En ook een kaart van, ja, welke mensen en welke situaties maken me gelukkig, geven me energie, waardoor voel ik me vitaal, krijg ik weer die inspiratie, geeft me een gevoel van zekerheid en wie niet? Wie kan ik vertrouwen? Wie gaat er mee op mijn pad? Wie is er voorbestemd om samen met mij oud te worden als het ware en wie niet? En je gaat je terugtrekken. Aan een bepaalde situatie of persoon ga je niet meer geven met die pentakels 4. Kelken 9, want dit maakt je niet gelukkig. Waarom ligt hier de kelken 9? En dat is dan een hele mooie energie samen met die zonkaart. Kelken 9 voor steenbok. En ik zie je ook voor jezelf opkomen. Met die staven 7. Dit is heel duidelijk grenzen aangeven. Je bent nu over mijn grens heen gegaan. En dit betekent dat het einde is. Afgelopen, over, uit. Ondanks het feit dat we wellicht samen opgegroeid zijn. Ondanks die soulmate connectie die je hebt. Kijk, we hebben de kelken 9 wordt verklaard door de zwaarde 2. Dit is iets wat je wellicht op dit moment nog niet ziet. Maar dit is ook... geen keuze kunnen maken, geen helderheid hebben. En met de maan, een situatie is niet wat het lijkt. En je kunt je misschien nu nog niet voorstellen dat er weer wensvervulling, dat gelukkig gevoel gaat komen. Omdat je inderdaad nog in die situatie zit van iets wat... iets wat duidelijk is geworden. Een besef. Iets wat gecommuniceerd is wellicht. Waarom ligt hier de kelken 9? En iets wat echt heel teleurstellend. Iets wat je echt pijn doet. Waarom ligt hier de kelken 9? De koning van pentakels. Stier, maagd, steenbok. Het rad van fortuin. En de schildknaap van staven. Een nieuw start, een nieuw begin, een nieuw avontuur. Iets wat door het universum op je pad gebracht wordt. Verder gaan. Je lessen zijn geleerd. Het universum heeft iets duidelijk gemaakt. Waardoor je verder zult gaan. Er komt een einde aan een situatie en er begint een nieuw hoofdstuk, een nieuwe fase. Waar ligt hier de koning van pentakels? Pentakels 5. Koning van pentakels. Wie is die koning van pentakels? De koning van pentakels. Kelkenaas en de aas van pentakels. Ja, ik heb het gevoel, er wordt je iets binnengebracht door het universum, steenbok. En voor sommige steenbok, dit wil je misschien niet horen, maar er komt iemand terug met het rad van fortuin. Iemand wil het opnieuw proberen, iemand wil het werk ergens in stoppen. En dit kan iemand zijn die je niet vertrouwt, met die zwaarde 7. Maar iemand ziet je als de zon. Iemand ziet je als een wensvervulling. Iemand kan je niet loslaten met die pentakels 4. Iemand heeft het gevoel dat jullie soulmates zijn. En iemand wil nu vechten voor deze connectie. Maar dit is iemand waar er een einde mee heeft plaatsgevonden. Er heeft al een einde plaatsgevonden met die zwaarde 10. En deze persoon wil het opnieuw proberen. Deze persoon mist je met de pentakels 5.
Iemand die heel gedreven is, heel gepassioneerd. Maar dit kan iemand zijn waar je niet op kan bouwen. Iemand waar je ook niet op vertrouwt. Iemand die nu een inzicht krijgt met de zonkaart. En iemand die een besluit neemt om hiervoor te willen vechten. Ja, dat kan stierenergie zijn, heel sterk. Waarom ligt hier de schildknaap van staven? Iemand die een verleden geheim heeft gehouden, wat geleid heeft tot een teleurstelling en ook tot het einde van de situatie. Je hebt je teruggetrokken van deze situatie, steenbok. Schildknaap van staven. En dit is iemand die zelf nog niet weet welke keuze te maken. Met de zware 2. Iemand die na aan het denken is om te communiceren. Iemand die aan het denken is van hoe moet ik dit aanpakken. Iemand die zich bewust is van het feit dat je niet zult staan te springen. Om hem of haar terug uit te nodigen in je leven. Waarom ligt hier de schildknaap van staven? Het kan een persoon zijn die iets jonger is. Ja, de gehangene. Hoe ga ik steenbok benaderen? Dat is nu waar deze persoon mee bezig is. Ja, en dit is iemand die zich heel erg aangetrokken voelt tot je. Iemand die een tweede kans wil, steenbok. Iemand die nu wil geven, maar iemand die uiteindelijk zal komen met communicatie. En wellicht je wil uitnodigen om samen te komen. Maar ik zie dat nog niet direct gebeuren. Op dit moment is er nog stagnatie, stilstand. Er kan lange tijd geen contact zijn geweest. Kan ook een reden zijn waarom deze persoon bang is om het contact op te nemen. En deze persoon heeft echt iets heel erg goed te maken. Maar het kan dus ook zijn, zoals ik zei, dat er iets aan het licht komt. En dat je er zelf voor kiest om iets achter te laten. En je kunt je gaan focussen op je carrière, op jezelf in ieder geval. Met de kelken 9, dit is een energie van een single energie. Focus op je eigen geluk, dat is voor jou nu het belangrijkste. En de controle daarin terugnemen. Je wil stabiele mensen om je heen met de koning van pentakels. Een stabiele financiële situatie. Dus dat kan hetgene zijn waar je op focust. Ja, langzaam stappen vooruit zetten. Met deze schildknaap van pentakels. Maar ergens energie in stoppen. Langzaam stapjes zetten in een andere richting. En dit heeft te maken met inderdaad de controle terugnemen. Ramleeuw boogschutter energie. Bepaalde doelen die je hebt. Ook werken aan jezelf. Zelfverzekerder worden. Een situatie die oneerlijkheid. Het kan je een deuk hebben opgelopen. In je ego. In je onzeker hebben gemaakt. Maar ik zie je dus echt werken aan jezelf. En de dingen die gebeurd zijn in het verleden inderdaad meenemen naar de toekomst. Je prioriteiten helder stellen. Weten waaraan ga ik nog geven en waaraan niet. En de persoon die we hier hebben liggen of de situatie die we hier hebben liggen die helder wordt. Waar je inzicht in krijgt. Dit is iets waar je niet meer aan gaat geven. Dit is iets wat je een gevoel van... onzekerheid, een gevoel van buitengesloten voelen, eenzaamheid, verlaten zijn heeft gegeven. Dus steenbok, dat is wat ik voor jullie, dat is wat ik voor jullie zie. En als het iemand is uit het verleden die terugkomt, kan stierenergie zijn. Dit is iemand die heel doelgericht is, iemand die ook zelf heel erg gefocust is op zijn carrière, op zijn succes, heb ik het gevoel. Maar ook iemand die echt iets in zijn hoofd zet en... dan datgene wil bereiken. Iemand die niet snel op zal geven. Maar ik zie inderdaad dat je... steenbok...
wat afstandelijk zult zijn. Je staat wel open voor communicatie, wil waarheid weten, wil helderheid krijgen, maar je zult het heel langzaam aandoen met de ridder van pentakels die we zagen. Dus ik wens jullie heel veel succes, een hele mooie maand jullie nog toe en tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Dag!